geen hockeyën. Ik hou helemaal niet van hockey. Ik ben er niet goed in. Ik heb er geen zin in. Ik wilde eigenlijk net even iets anders gaan doen. Oh mama, alsjeblieft, voor deze ene keer. En daar staat ze dan, je prachtige dochter met van die vragende ogen. Dan zeg ik dan maar eens nee. En voor je het weet, ben je een uur aan het hockeyen, tegen je zin in, stikzakreinig en heb je hetgene wat je eigenlijk wilde doen, niet gedaan. Tijd voor een time-out. Time-out TV, de plek voor mama's die wel even een ander inzicht en moment voor zichzelf kunnen gebruiken. En vandaag ga ik het hebben over nee zeggen tegen je kind. Want blijkbaar, als je moeder wordt, gebeurt er iets heel geks. Dan vind je ineens dat je allerlei dingen moet doen tegen je zin in. Gaan zitten kleuren, liedjes gaan zingen die je helemaal niet leuk vindt. Allerlei activiteiten waarvan je denkt, nou, dat doet een goede moeder toch? Die doet dat toch samen met haar kind? En vandaag wil ik jou juist duidelijk maken dat het moederschap ook leuk mag zijn. Dat jij ook de dingen mag doen die jij leuk vindt met je kind. En niet de hele dag belandt in dingen waar je eigenlijk niet zo'n zin in hebt. En dan aan het einde van de dag zo chagrijnig zijn en niet weten hoe het komt. Als je echt wil genieten van je kind, doe dan ook iets waar jij zelf echt van geniet. En kinderen gaan heel snel met je mee, zo zal je heel snel merken. Dus als jij het ontzettend leuk vindt om die liedjes te zingen of te kleuren, blijf dat vooral doen. Maar er zijn ook andere dingen die je samen kan ondernemen, die je samen op kan zoeken, waar je allebei plezier aan beleeft. En dan wordt het ook aan het einde van de dag een stuk leuker. Tijd voor een oefening. In het geval van mijn dochter had ik eigenlijk nee moeten zeggen. En later toen ze nog een keer aan de deur stond, heb ik het volgende gedaan. Waar ik van hou is heerlijk in het zonnetje zitten, liefst nog met een goed boek. En dingen bekijken, aanschouwen. Gewoon geen activiteit, maar gewoon rustig kijken. Ik ben met haar meegelopen naar de speeltuin en heb daar heerlijk op een bankje in de zon gezeten. En ik heb gekeken naar haar. Zij was blij, want er was een ander vriendinnetje waar ze op dat moment ook mee kon hockeyen. En ik was blij. En zo hebben we die activiteit voor ons samen heel leuk gemaakt. Wat ik jou wil vragen, is om vandaag eens goed te kijken naar wat voor activiteit je eigenlijk allemaal met je kind doet. En dan jezelf de vraag te stellen, vind ik dit eigenlijk nou wel zo leuk? En van heel wat scala aan activiteiten ga jij vandaag één ding met je kind doen waar jij zelf heel veel plezier aan beleeft. En je zal snel zien dat als je dat doet, je daar heel snel heel veel meer van wil. En genieten is aanstekelijk, dus je kind zal ook meegenieten van jouw geluk. Tot de volgende keer!